John van der Brommel, ik wil eerst even terug naar vorige week. Mats Seuntjes, wat is de status nu van hem? Nou, Mats is weer op de club. Uh, traint aangepast. Maar is niet inzetbaar voor de wedstrijd van morgen bij, uh, bij NAC. Dus dat is de status. Ja, maar al met al vallen de schaders betrekkelijk mee, gezien ja. het incident en de schrik. Precies. Als je, als je de klap zag, uh, de reactie bij de spelers, uh, Mat zo zien liggen... Ja, dan leek het erger, maar gelukkig uh, achteraf het is altijd makkelijk, kunnen we zeggen, dat het, uh, het meevalt, ja. Nou goed, je zegt het al, hij is er morgen niet bij. Is nee. dan plan B Björn Johnson? Ja, zeker. dat is geen discussie. Dat hebben we natuurlijk ook al uh, gedaan toen, die, toen Mats eraf ging, dat we Björn uh, gebracht hebben. Dus dat is, uh, lijkt mij logisch en de rest blijft hetzelfde. Dus uh, hoeven we hoeven niet uh, ingewikkeld daarover te doen in de, in de fase waarin we zitten. De manier hoe we spelen, de fitheid bij iedereen, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dan ja, kun je gewoon uh, doorgaan. Wat verandert er aan jullie spel als Björn Johnson moet spelen? Of valt het wel relatief mee? Nee, elke, elke verandering van spelen doet altijd iets. Uh, maar aan de andere kant, uh, zoals wij nu spelen, ja, moet het niet uitmaken. En dat is ook steeds hetgeen wat ik zeg. Dat, uh, we hebben een groep met, uh, met 17, 18 spelers waar je mee traint elke dag. En normaal gesproken vind ik, of ik vind eigenlijk, dat iedereen daar, uh, daar een rol in kan hebben. Nou, nu valt er eentje weg, dan is het zaak dat de ander klaar staat. En uh, ja, Björn is niet zo'n ander type, hoef er niet moeilijk over te doen. Maar hij heeft ook zeker zijn kwaliteit uh, in en rondom de 16 meter. Nou, gelukkig spelen we daar nu veel. Dat heb je vorige week ook gezien, hè? dat uh, toch één kans, boom, goal. Nou, dat is, uh, voor het team wordt dat weer zaak om daarop in te spelen met een, met een ander type spits als, uh, als Matt. En wie is nu de bekken van Björn Johnson? Is Is al fit genoeg om die uh, nee. positie over te nemen? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dus uh, nee, meer hebben we niet. Dan ga je kijken intern dat je wat met, met jongens uh, gaat schuiven. Maar nogmaals, Björn is, is ook een hartstikke fit. Dus die kan makkelijk 90 minuten aan en uh, ja, hij moet het mogen laten zien. Um, Nak staat laatste. Is dat dan het gevaar? Een kat in het nou maakt rare sprongen voor jullie. In welk opzicht? Omdat Nak in principe zou je zeggen, moeten jullie kunnen hebben. Ze zijn niet echt in vorm. Maar ja, ze staan laatste. Dan kan je denken, nou, ze thuis. Ze kunnen ineens heel raar voor de dag komen uh, voor jullie. Maar ik ben blij dat je dat laatste zegt thuis. Uh, Nak, thuis en uit is uh, een mega groot verschil. Volgens mij hebben ze uit maar twee punten gehaald. En uh, de rest van de punten die ze hebben, hebben ze thuis gehaald. Dus dat zegt genoeg. We kennen allemaal het avondje Nak. Geweldig stadion, fantastisch veld, maar een publiek wat, uh, wat altijd achter de ploeg staat uh, en dat ook 90 minuten blijft doen. Dus uh, ja, de kracht van, van NAC zit in de thuiswedstrijden. Dus daar zijn we voor gewaarschuwd. Dat ze laatste staan, ja, daar kan ik niks aan doen. En daar hoeven wij niet naar te kijken. Wij spelen gewoon onze wedstrijd tegen NAC En we hebben ze voorbereid uh, zoals we dat elke wedstrijd doen, wat ik al zeg. We zijn hartstikke in vorm, uh, we, we spelen goed, we zijn fit. Dus ja, we zijn ook weer klaar om, uh, om morgen door te gaan, want ja, het, uh, het, het, het mag en het moet nog niet eindigen waar we nu bezig zijn. Nee. Toen ik jou voor de eerste wedstrijd van... De hervatting sprak je nou We gaan eens kijken of we plaats 4 kunnen halen. Nou, die heb je. Ja. Kijk eens stiekem al naar plaats 3, want dat gat is inmiddels ook overbrugbaar. Dat ja, vind ik wel. Als je, als je, altijd, uh, je kunt altijd wel praten met je mond om, uh, om dingen aan te geven: van we willen dit of we willen dat. Maar zo, zo snel of zo, uh, zo makkelijk als uh, posities in, uh, in je zicht komen. Ja, moet je daar ook niet voor weglopen. En ik heb inderdaad toen gezegd: van, het wordt een belangrijke week: de aansluiting vinden en, en proberen die vierde plaats te pakken, wat we graag sowieso minimaal willen. De beker zat daartussen. Maar nu zijn we dus daar nog ver dat we, ja, ook door het, 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 ja, het puntverlies van Feyenoord, zeg maar, ook die weer in het vizier hebben. En dan vind ik dat je er altijd voor moet gaan.